Vandaag in Zomervisite ga ik praten met Valerie Thompson. Onder het genot van de laatste zonnestralen in het Kalverbos zit ik naast jou, Valerie. En voor de mensen die jou niet kennen, wie is Valerie Thompson? Ja, wie is Valerie Thompson? Ik kom uit Amerika. Ik woon al 35 jaar in Nederland. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik voor 4 maanden in een leefgemeenschap wilde wonen. In een leefgemeenschap? Ja, in Eck en Wiel. Eck en Wiel? Vanuit Amerika? Ja, klopt, klopt. En hoe komt dat? Want je was toen toch wel een jonge meid. Ja, redelijk jong. Ja, ik was redelijk jong. En ik heb in Amerika, het is een lang verhaal, maar ik vertel het in een notendop. Het was een hele rijke vrouw uit Texas. En zij wist dat ik naar Nederland wilde komen. En die heeft mij $1000 gegeven om mijn reis te betalen. Maar Nederland is een speldenknopje op de wereldkaart. Waarom Nederland? Ja, toevallig heb ik mensen leren kennen die hier een leefgemeenschap hadden. En ik dacht, ik zou het best wel leuk vinden een tijdje in Europa wonen. Want voor mij was Nederland ook Europa. En dat is wel spannend voor een Amerikaanse. En toen kreeg ik de gelegenheid om te komen. En ik dacht, dat moet ik doen. Ik wist ook toen ik dat geld kreeg van, dit gaat mijn hele leven veranderen. En dat is ook gebleken. Hoe zag die leefgemeenschap eruit? Wat gebeurde daar? Dat was een christelijke leefgemeenschap. Bestaat nog steeds eigenlijk. En er woonden heel veel mensen uit het buitenland. Soms mensen voor een week, soms bleven mensen een half jaar. En uiteindelijk ben ik zelf een jaar gebleven. In diezelfde leefgemeenschap? Ja, in dezelfde leefgemeenschap, ja. Klopt. En hoe zagen de dagen er daaruit? Wat gebeurde daar? Ja. Of was het allemaal op basis van christelijke principes? Oh, ook wel, maar wij moesten ook bijvoorbeeld appels plukken. Toen je nog die hele grote appelbomen had. Dus, ja, echt typisch Betuws dus. Ja, het was heel Betuws en ik moest ook leren hoe ik appels ging plukken. En ik ging koken voor een hele grote groepen mensen. En voor de rest hadden wij, in het weekend hadden wij allemaal gasten, gastsprekers, mensen die spraken over kunst, over muziek. En het was gewoon met verschillende, wisselende samenstellingen van mensen dat we daar woonden met elkaar. Ja, en dat beviel jou? Ja, ik vond het wel zwaar. Ja? Ik vond het wel zwaar. Ik vond dat er te weinig privacy was. Dat vond ik wel jammer, maar aan de andere kant was het heel leuk. Er was gewoon heel veel energie in dat huis of in die huizen waar ik woonde. En soms was dat vermoeiend, maar het was ook heel leuk. En wat was de voertaal daar? Nederlands, maar met name Engels. Want sommige mensen kwamen uit, zoals ik, uit Amerika, Australië, uit Zuid-Afrika. Sommige mensen kwamen uit Duitsland, overal vandaan. En dat zou 4 maanden duren, maar het is toch anders gelopen? Ja, ik was er een aantal maanden en toen dacht ik, nadat het uit was tussen mijn Amerikaanse vriend, dacht ik, waarom zou ik naar huis gaan? Ik blijf nog een aantal maanden. Er was niet zo heel veel wat jou trok om terug te gaan? Nee. Ik dacht, wat was dat? Ja, mijn vriend was gewoon uit. En toen dacht ik, als ik in januari terug ga, dan moet ik weer bij mijn ouders gaan wonen. En daar had ik geen zin in. En ik weet het niet, ik dacht ik blijf gewoon eventjes wat langer. En toen heb ik een jongen leren kennen. En die jongen, dat werd dan jouw man? Ja, dat werd mijn man, ja. Ja, en hoe gaat dat dan verder? Want je hele familie woont in Amerika. Ja. Nou, ze waren niet zo blij toen ik op een gegeven moment zei ik blijf hier langer. En toen heb ik mijn vergunning verlengd. En dat vonden ze eigenlijk niet zo leuk. Maar ja, ik denk het is mijn leven. Ik was in de 20. En van het ene kwam het ander. En toen ben je een gezin gestart? Ja, klopt. Maar daarvoor heb ik een opleiding gevolgd in Nederland. In Nederland, maar ook in het Nederlands? In het Nederlands, ja. Terwijl je nog maar heel kort hier was? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Maar ik kwam hier en toen had ik de universiteit of de college niet afgemaakt. En ik dacht, als ik hier blijf wonen, heb ik geen zin om toiletten schoon te maken.
En ik sprak nog geen Nederlands, dus ik moest eerst Nederlands leren. En toen heb ik besloten om een opleiding diëtetiek en voedingskunde te volgen. Maar ik moest wel scheikunde doen. Dus dat heb ik allemaal moeten doen om de opleiding te volgen. En vervolgens heb ik de opleiding in Amsterdam gedaan, in het Nederlands. Het was best zwaar. En toen kreeg ik een diploma. En ik was er heel trots op eigenlijk. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. En ben jij ook verder gegaan in de diëtiek? Ik heb 4 jaar in diëtetiek gewerkt als diëtiste. En in de tussentijd kreeg ik 2 kinderen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga iets anders doen. En wat is dat geworden? Ik ben taaltrainer. Dus ik doe net zoiets als de non in de vucht. Ik doe intensieve taaltrainingen in het bedrijfsleven. Dus ik leer mensen professioneel hun Engels te verbeteren en presentaties geven en vergaderingen voorbereiden en doen. Dus ja, dat is mijn werk tegenwoordig. Ja, en is dat iets dat je dat, doe je dat al heel lang? Dat doe ik een jaar 14, geloof ik. Ja. 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 En wat heeft het leven jou hier in Tiel gebracht? Mijn leven hier in Tiel heeft me heel veel gebracht. Natuurlijk, mijn kinderen zijn hier opgegroeid. En ze zijn allebei het huis uit. Ze hebben allebei gestudeerd. Ze zijn afgestudeerd. Eigen leven gaan leiden in andere plaatsen. Maar ik kwam hier in Tiel wonen omdat ik het huis heel mooi vond eigenlijk. En later heb ik iemand leren kennen. En ik ben met hem getrouwd, dus mijn tweede man. Ja, jouw tweede man, maar een hele grote liefde. Ja, mijn tweede man was John van Buren. Hele leuke man natuurlijk. Echt heel spannend, heel interessant, heel levendig. Bijzonder iemand. Ja, nou inderdaad, het is een van de allerbekendste Tielenaren natuurlijk ooit. Ja, klopt. Ja. Volgens mij is dat best wel pittig om met zo'n enorme persoonlijkheid dan je leven te gaan delen. Ik heb dat nooit als pittig ervaren. Ik heb zo'n leuke man gekend en wij hadden zo'n goede band met elkaar. Dat helemaal niet pittig was voor mij. En als ik mijn huwelijk een cijfer mag geven, dan geef ik het een 8,5. Dat is een mooi cijfer. Ja, vind ik ook. Ik vind het ook. Ja, je hebt natuurlijk ook dat hele proces meegemaakt. Dat het niet goed met hem ging. Dat hij ziek en zieker werd. Klopt. Ja, dat is gewoon echt heel zwaar geweest. Aan de andere kant is die band altijd heel goed tussen ons geweest. Ja, absoluut. En hoe lang is John nou dood? Nou, bijna 4 jaar. Bijna 4 jaar. En dan moet je dus verder leven zonder de liefde van je leven. Mm-hmm. Ja, dat is heel erg wennen. Dat is een schok. Dat is, je leeft in het begin, nadat iemand overlijdt, leef je in een roes. En dan denk je van, ja, hoe moet dat verder? Want je hebt in je gedachten het idee van, ik ga gewoon oud worden met deze persoon. En dan moet je je leven anders inrichten. En dat is niet makkelijk. Dat valt niet mee. Valt echt niet mee, maar wat ik gemerkt heb is, en ik had nooit eerder meegemaakt dat ik iemand verloren heb, weet je, mijn ouders leven nog, die zijn 85, 86 en dat was voor het eerst dat ik dat meegemaakt heb en ik heb er, zoals ik zei, heel veel van geleerd. Maar is het dan zo, want dan wil ik toch een bruggetje slaan naar daar klopt, waar jij vandaan komt. Is het dan niet zo dat je je familie dan juist heel erg mist? Wel een beetje. Maar zij hebben het hele proces niet gevoeld of meegemaakt. Omdat je zo ver uit elkaar woonde. Ja, heel ver uit elkaar. Mijn ouders wilden destijds wel komen, maar ik had zoiets van dit is mijn proces, dat moet ik zelf meemaken. En ik heb natuurlijk mijn kinderen die me geholpen hebben, daar doorheen gesleept hebben. Ik heb mijn vrienden die dat ook gedaan hebben. Dus dan is het oké.
Ja. Het is goed. Ja. Het is goed. Maar het is wel een proces wat heel pittig is. Je moet echt daaraan werken. Aan jezelf werken, mediteren, zoeken naar de manier waarop je met de pijn om moet gaan. De pijn laten komen. Ja. Je ook heel erg kwetsbaar in feite opstellen naar alles en iedereen als je door moet, hè? Ja, dat klopt. Dat moet je doen. Maar het is ook wel goed om dat te doen. Ja, ik heb ooit een vriendin gehad die inmiddels ook overleden is, helaas. En ze zei altijd tegen mij, je moet gewoon door de pijn heen. Je moet dat niet vermijden, je moet het gewoon laten gebeuren. Niet uit de weg gaan, want het komt gewoon veel sterker terug. Heb ik gedaan, heb ik gevoeld. Het is ook heel zwaar geweest en op een gegeven moment, ja, op bepaalde momenten dacht ik, nou, dit wordt alleen maar erger en ik weet niet of ik dit aan kan. Maar op een gegeven moment wordt het lichter. Het wordt lichter. Zo werkt dat? Ja, zo werkt dat. In mijn geval dan. Het is niet bij iedereen hetzelfde. Nee. En jij hebt je schouders eronder gezet? Heb ik geprobeerd, ja. Maar goed, je doet het allemaal. Je bent er. Dankjewel, sorry. Ja, ik ben er. Ja, ik ben er. Het gaat echt veel beter. Ja, alles krijgt een plek, hè. Ja, ja. En als er nou mensen in zo'n proces zitten van verlies, wat zou jij als motivatie of als advies mee willen geven? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk geef ik geen advies. Ik geef geen advies. Als ik mensen tegenkom die iemand verloren hebben, dan zeg ik van ik ben er voor je. Ik luister. Ik vind wel dat mensen die andere mensen kennen die iemand verloren hebben, die moeten gewoon moeten. Niet moeten, maar... Het zou mooi zijn. Ja, dus ik hou niet van het woord moeten. Maar als je nou echt iemand wil helpen, luister naar hun verhaal. Zeg niet van je moet door. Daar heb je helemaal niks aan. Waar je iets aan hebt is iemand die echt luistert. Of praktisch hulp biedt. Weet je, praktische hulp, dat iemand komt, bijvoorbeeld rekeningen afzeggen, abonnementen afzeggen, dat soort dingen, daar heb je heel veel aan. Iemand zegt, ik kom gewoon jou helpen met opruimen, als iemand daaraan toe is. En daarnaast gewoon echt er voor iemand zijn en luisteren. Dus niet met adviezen komen. Nee. Maar goed, het grote toverwoord is, denk ik, liefde, warmte, vriendschap. Ja, absoluut, absoluut. En luisteren. En luisteren. Daar heb je het meeste aan. Ja. En dan wil je bij elkaar pakken en doorgaan. En doorgaan, ja. En neem jij dit ook mee? Want als mensen bij jou taaltrainingen volgen, ja, dan moet je je heel kwetsbaar opstellen. Hè? Neem jij deze bagage dan ook mee? Absoluut, ja. Ja, ik ben heel open. Ja. Ik zeg niet tegen iedereen van mijn man is overleden. Maar soms komt er een moment dat het ter sprake komt. Of iets ter sprake komt in hun leven. In mijn taaltrainingen. Het is net alsof ik psycholoog ben. Maar dat ben ik niet. Maar het gaat over alle dingen van het leven. Dus niet alleen van hoe kan ik onderhandelen. Of hoe kan ik een presentatie geven. Maar over die persoon zelf. En als je dat stuk of dat plekje raakt en er een band is tussen jou en de cursist, dan kan je heel veel bereiken. Dan zijn ze ontspannen en dan zijn ze veel opener om dingen te leren. En er wordt ook heel veel gelachen. We lachen ook echt wat af. En door dat lachen en door dat blij zijn en door grapjes te maken, dan merk je dat het beter gaat. Zo werkt het dus. Ja, zo werkt het dus. Dus dat neem ik ook mee in mijn taaltraining. Ja. Ja. Ja, met een prachtig mens. Dankjewel. Dankjewel, Sari.